Dus ik ben Melanie Ryback en ik heb een hele leuke start-up die heet Radically Open Security. Radically Open Security is volgens mij de werelds eerste not-for-profit computer security consultancy bedrijf. Not-for-profit. Dat wil zeggen dat 90% van onze winst naar Stichting NLNet gaat. Ik heb het nu over winst, niet over omzet. Dus waarom, hè? Waarom? Kijk, computer security is natuurlijk een hele grote industrie. Ik ben zelf voormalige academicus op die Vrije Universiteit. Ik heb ook in de CERT-team bij ING gezeten, et cetera, et cetera. En ik vind toch wel dat security belangrijk is genoeg dat als jij iemand inhuurt, dat iets teruggegeven moet worden aan de maatschappij. Ik vind ook dat je moet eigenlijk met openheid en transparantie werken. Ook het allerliefst met open source. En dat is eigenlijk de beginpunt vanuit waar Radically Open Security begint. Dus wat doen we op zich? We lijken echt op elk computer security consultancy bedrijf. Dus als jij die Foxes en de Madison Gurkers en Pines en weet ik allemaal. Ja, dat doen we ook. Dus we doen wel, ik kan je wel een paar leuke voorbeelden geven van projecten waar wij nu mee bezig zijn. We zijn nu bezig ten eerste met, samen met de Nationale Wasstraat, dat is een nationale data scrubbing service. We zijn bezig nu om een open source DDoS scrubbing box te bouwen. Gewoon, we hebben nu al, we hebben gewoon seed funding om dit te doen. En het lijkt me toch leuk om een open source Arbor Peakflow-achtige doos te hebben. Dus, het is gewoon echt, dat zijn duur dingen. Het zijn ook closed source dingen waar je geen onderzoek mee kan doen. Waar je helemaal echt niet op kan bouwen op die manier. Dus wij willen met een alternatief komen. Dus dat is één opdracht. We zijn ook bezig met Free Press Unlimited. Het is een ook een stichting die geld krijgt van Hivos en Greenhost en ook nog iemand. Maar we zijn ook bezig om een privacy device te bouwen voor journalisten en activisten. Ik moet zeggen, trouwens, alles wat wij maken gaat gewoon de open source zijn. En dat gaat een leuke community project worden. Verder, we doen aan pentesten. We hebben al een paar pentesten gedaan voor gemeentes, voor provincies. Nu voor een grote hosting provider, dus we zijn er ook mee bezig. Verder, we hebben een paar CERT-mensen die daarmee bezig zijn. Dus we doen echt een hele diverse aanbod aan dingen. We willen een soort one-stop shop kunnen zijn voor computer security, maar dan wel anders. En ook zelfs, we zijn door een bedrijf benaderd om trainingen te geven. We zijn dingen nu echt zo aan het doen, dat we gaan samenwerken met een andere Nederlandse consultancypartij die trainingmaterialen al heeft. En we gaan met het geld van de klant proberen om een open security training te maken met een Creative Commons licentie. Zodat zodat als het daar eenmaal is, dan komt onze naam daarop, komt de naam van de andere bedrijf, onze partner daarop. En dan uiteindelijk daarna is het gewoon gratis en beschikbaar voor iedereen. Dus echt met elke opdracht die wij krijgen, het is echt een beetje van hoe kunnen wij dat wenden of keren, zodat wij uiteindelijk iets terug kunnen geven aan de maatschappij. Dus wie zijn we? We zijn eigenlijk een soort samenwerkingsverband tussen, met name ZZP'ers op dit moment. Want ja, we zijn echt 5 maanden oud, echt hartstikke nieuw. Dus ik kan nog niet veroorloven om mensen intern in dienst te hebben. Dus misschien ooit komt dat nog. Maar goed, maar die ZZP'ers zijn gewoon klaar om de werken op te nemen en doen ze ook. We hebben een paar mensen van de Eindbasis CTF-team, ik denk in 2012, 2013 de nummer 3 CTF-team in de wereld was. Deloitte roept daar ook altijd de dingen over, dus maar goed. We hebben ook 3 core developers van de Cuckoo Sandbox open source project, dus dat is ook hartstikke leuk. We gaan trouwens ook op dinsdag een Cuckoo workshop geven, voor Surfnet mensen geven, dus dat is ook leuk. Ik heb voormalige
een heleboel RFID security onderzoek gedaan op de Vrije Universiteit. Dus dat is ook leuk. Andy Tannenbaum zit op onze advisory board van Minix 3 en textbook farm. Ook Ian Cook van Team Comrie zit op onze advisory board. ook we hebben een core developer van Wireshark, Saka Blok. Hij is ook voormalig KPN cert. En we hebben ook een beetje overlappen, want een paar van onze leden hebben ook affiliaties met de HoneyNet project en met Shadow Server. Dus we hebben echt mensen met serieuze credentials en wij denken dat, ja, daardoor we kunnen net zo'n goede, we kunnen het net zo goed doen als, als de ander. Dus, maar we hebben core principes. Want wij, ja, het is niet alleen dat wij 90% van onze winsten weg gaan geven aan Stichting NLNet. Dat is niet genoeg. We willen verder gewoon echt een ethische bedrijf kunnen voeren. Dus we hebben 5 core principes. De eerste is gewoon ja, wat wij noemen gewoon no sketchy stuff. Dus dat wil zeggen dat, ja, het is onze versie van don't be evil. Dus ja, geen bouwen van ja, spionage tools of activisten hacken of whatever. Dat doen we niet. Core principe 2 is teach to fish. Dus in plaats van dat wij ja, vissen gaan gooien, we gaan echt de klanten leren vissen. Ja, wat betekent dat? Wat het betekent is dat ten eerste, als wij binnenkomen, we leveren niet alleen een rapport aan het einde die zegt, ja, dit is wat wij, ja, dit is wat allemaal mis is met je systeem. Maar we gaan ook een soort stap-per-stap handleiding geven over precies hoe wij het allemaal gedaan hebben, het allerliefst met open source tools. Zodat wij onszelf eigenlijk overbodig maken. Wij hopen gewoon dat de volgende keer dat de klant het zelf kunt. Zo niet, dan komen we weer binnen. Maar ja, we hopen in ieder geval met elke volgende engagement dat wij gewoon een soort meaningful delta kunnen maken op wat wij de laatste keer hebben gedaan. Sterker nog, tijdens een van onze pentesten die over 3 weken gaat gebeuren, ik heb zelfs een paar mensen van die hosting provider uitgenodigd om mee te doen met de pentest team. Ja, wie doet dat? Ja, wij doen dat. En ik hoop ook, als wij op zo'n manier gedragen, dat wij ook ja, andere leveranciers ook een klein beetje onder druk kunnen zetten. Dat klanten een beetje naar hun toe gaan en zeggen, ja, maar Radically Open Security doet dat. Waarom kunnen jullie dat niet ook doen? Dus ja, dus open source is onze andere core principe. Alle tools en frameworks die wij gaan bouwen, gaan de open source in. Dus ik wil niet eens een interne Git hebben. Ik wil gewoon Git, dat alles direct op GitHub gaat. Dus ook indicators of compromise. ja, andere bedrijven gaan dat soort dingen gewoon een beetje verzamelen en dan doorverkopen voor een abonnement. Dat vind ik niet lief. En natuurlijk daardoor, ja, met dat informatie kun je jezelf beschermen. Je kunt filtreren, detecteren, et cetera. Dus dat geven we gratis weg met een Creative Commons licentie. Zero days ook nog. Ik vind het echt niet leuk dat bedrijven zero days gaan doorverkopen aan inlichtingsdiensten. Maar ook, ja, het is gewoon, het is eigenlijk wapenhandel. Vind ik niet netjes. Dus als wij zero days tegenkomen, zelfs ook tijdens engagements, tijdens pentesten met andere klanten, dan ik wil gewoon via kanalen zoals de NCSC responsible disclosures kunnen doen. En zo denk ik dat wij gewoon een fatsoenlijk bedrijfsvoering kunnen hebben. Dus hoe kunnen jullie ons helpen? Hallo. Ja, hoi. In ieder geval, ja, als je een geek bent, dan werkt voor ons. Als jullie een bedrijf zijn, dan huur ons in. We zijn gewoon echt sociaal-maatschappelijk verantwoorde onderneming. Vier, dus met jullie geld kun je gewoon een stem maken. Eén. Dat is het. Dankjewel. Dankjewel.